Goedemorgen, dames en heren. U kijkt hier neer op Nederlandse polders en op een klein dorpje Durgerdam aan de rand van Amsterdam. Via een televisiecamera in een helikopter vliegt u vanuit het noordoosten naar het hart van Amsterdam, vandaag het hart van Nederland. De Dam, daar zullen in twee gebouwen, het paleis en de Nieuwe Kerk, die vlak naast elkaar liggen, twee gebeurtenissen plaatsvinden. U weet het, een koningin, Juliana, treedt af. Een koningin, Beatrix, wordt ingehuldigd. 30 april 1980, het is een beetje nevelig weer, maar al zonnig en een temperatuur van ongeveer 10 graden beleven we hier bij Amsterdam. 30 april 1980 is Koninginnedag en zal Koninginnedag blijven. Over ruim een half uur vanaf nu is koningin Juliana prinses Juliana en vanaf dat moment is haar dochter koningin Beatrix. U ziet het, we komen al dichter bij de stad via de lange Schellingbouwbrug die over het buitenei voert. Het is een rustige nacht geweest in Amsterdam. Er is eigenlijk maar één klein feit te melden. De recherche heeft mannen gearresteerd, 5 mannen. Buitenlanders, Engelsen en 2 Italianen waren erbij. Die zijn naar het hoofdbureau van politie gebracht. De politie wil niet zeggen waarom die mannen zijn aangehouden. Het schijnt iets te zijn met wapenbezit, schreef de Telegraaf, maar dat is zojuist door de politie ontkend. De eerste buurten van de stad Amsterdam. De varende camera. U weet dat we daar vanavond ook gebruik van zullen moeten maken. Er wordt wel niet gevaren in de betekenis van een verre tocht, maar vanaf het water zal vuurwerk worden ontstoken en daarbij zullen we van deze camera gebruik moeten maken. En nu ziet u ook een deel van de versieringen die zijn aangebracht bij de ponten van Amsterdam over het IJ. Centraal station. En dan weet u het, dan zijn we dicht bij het plein waar vandaag de grote gebeurtenissen zich gaan voltrekken. Zijn de Schijerstoren, zoals u ondertiteld ziet. Er zijn nog niet veel mensen met de trein naar de stad gekomen. Zo rond 9 uur melden de spoorwegen dat de treinen niet bijzonder vol waren. Hartje stad nu en u ziet daar midden in beeld de Dam. Op zo'n dag krijg je dan altijd weer de feiten onder ogen, die historische feiten van zo'n stad, die toch best wel weer aardig zijn om te lezen. Hier is Amsterdam ontstaan, die Dam, in de 13e eeuw. In de monding van de rivier de Amstel, de rivier waarnaar de stad genoemd is, daar is toen een dam gelegd en nou ja, de naam spreekt voor zichzelf. U beziet nu het paleis en vlak daarnaast is de Nieuwe Kerk. U ziet daar even tussen de twee gebouwen in de pergola van bovenaf, de overkapte gang zou je kunnen zeggen, waardoor de koningin en de prinses en alle gasten zich zullen begeven van het paleis naar de Nieuwe Kerk. De helikopter heeft voorlopig zijn werk voor ons gedaan. U ziet hier de Dam. Er zijn nog niet veel mensen. Het Damrak en het Rokin, daar mag je gewoon lopen. Er zijn andere berichten geweest, maar die zijn in ieder geval allemaal fout geweest. En voorlopig schat ik het aantal mensen op enkele honderden. Buiten is de verslaggever Jan de Graaf. Gaan even naar hem toe. Ja, op de Dam inderdaad. Er zijn nog vrij weinig mensen. Een kleine schil achter de afzetting, maar voor de rest nog een vrije Dam. De sfeer hier wordt gemaakt door een van de burgermuziekkorpsen die hier vandaag zullen musiceren. En door de marinierskapel en een erewacht van de mariniers die hier voor het paleis staan aangetreden. Ik sta hier met een aantal collega's op dit moment recht voor het paleis. Het zijn fotografen voornamelijk op deze plek.
En zij vormen een deel van de ongeveer 1000 journalisten die geaccrediteerd zijn om dit gebeuren hier in Amsterdam op de Dam te verslaan. Het Koninklijk Paleis dus, gebouwd 325 jaar geleden als stadhuis. En in 1930 voor 10 miljoen gulden overgenomen door staat. En daarna als Koninklijk Paleis in gebruik genomen. En in dat Koninklijk Paleis, daar is de Mozeszaal. In die Mozeszaal zal straks de troonsafstand plaatsvinden van koningin Juliana ten behoeve van haar dochter, nu nog prinses Beatrix. Ja, in de Mozeszaal van het paleis, zoals u net al hoorde, zijn inmiddels alle ministers, ook de ministers van de Antillen, bijeengekomen om getuige te zijn van de laatste officiële handeling van de koningin als koningin. Het tekenen van de akte van abdicatie. Daar zijn behalve alle ministers ook de voorzitters van de beide kamers, dokter Teurlings van de Eerste Kamer en dokter Teurlings en dokter Dolman van de Tweede Kamer. Naast hen premier Van Acht en vicepremier Hans Wiegel. Dan ziet u allen natuurlijk wel bekend, meneer Van der Klauw, meneer De Ruiter, minister Peijs, meneer de koning en de ministers van Ardennen zie ik daar, Van der Stee en Scholten. Belaerts van Blokland uiterst links. En daar komt meneer Albeda in beeld. Links van hem de nieuwe minister Brax, mevrouw Gerdeniers. En daarachter meneer Geenjaar en de koning. Daar is de Antilliaanse delegatie. Dat is meneer Casteres, de gevolmachtigd minister. Dr. Anders Leito, gouverneur. Betty Kroes, voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen, dat is het parlement. En ingenieur Martina, de minister-president van de Antillen. U ziet daar rechts meneer Polak in gesprek met de commissaris van de koningin, meneer De Wit. Het wachten is op de koningin die op dit moment de Mozeszaal binnenkomt en iedereen zal begroeten. Dit is dokter Teurlings en naast hem meneer Dolman. De koningin is overigens gezeld van de gehele koninklijke familie, inclusief de oudste kleinkinderen. Uiteraard alle kinderen van nu nog prinses Beatrix en ook de oudste kinderen van prinses Margriet en Irene. Die van Christina waren nog te jong om op deze stoeltjes te zitten. Een vrolijke stemming. Ten slotte is de koningin ook jarig vandaag, want dat zouden we dan haast nog vergeten bij al die dubbele feestelijkheden. En meneer Peijs feliciteert er dan ook. De koningin lijkt gekleed in een lichtgrijze jurk. In ieder geval maakt het niet veel uit of u kleur of zwart-wit hebt op dit moment. En prinses Beatrix in een hele elegante, tamelijk doorzichtige ochtendjapon. Het is zo dat de abdicatie van de koningin, die is op zichzelf niet in de wet geregeld. Die is vormvrij. Ze zou dus ook bij wijze van spreken een deur kunnen dichtdoen of een lint aan elkaar kunnen knopen. Maar historisch is het gegroeid naar het tekenen van een akte. En dat is natuurlijk staatsrechtelijk gesproken ook heel erg logisch. Het is ook zo dat zodra de koningin die akte getekend heeft en prinses Beatrix, op dat moment is prinses Beatrix koningin. En niet pas vanmiddag, zoals misschien nog wel eens gedacht wordt. Het is geen sprake van een koning, dat kent ons stelsel niet. We hebben een erfopvolging en je bent koningin op het moment
dat andere koningin abdiceert. Zoals de wet het zegt, het gevolg van abdiceren is hetzelfde als overlijden. Op dat moment gaat de troon over. Daar, meneer Polak, die het vandaag natuurlijk ook nogal grote verantwoordelijkheden heeft. En helemaal rechts stond juffrouw de Graaf, directeur van het kabinet van de koningin. Zij geeft nu prinses Beatrix een hand. Die Mozeszaal was vroeger de raadzaal van het toenmalige stadhuis, zoals u dat net al van mijn collega de Graaf hoorde. Het paleis is overigens wel even eerder paleis geweest. In het begin van de 19e eeuw is het zelfs keizerlijk paleis geweest toen wij bij Frankrijk ingelijfd waren. Maar dat was van korte vreugde. Het lijkt erop alsof de koningin zoekt waar ze moet zitten, maar dat zal toch wel geregeld zijn. Daar stralende prinses Beatrix. Op de voorgrond ziet u voor u prinses Irene en haar man Karel Hugo. Met langer haar dan we er ooit gezien hebben. En naast hun kinderen Karel Hugo, hun kind prins Carlos. Ja, vroeger heette Karel Hugo zelf Carlos, dus een beetje verwarrend. Vannacht heeft de familie hier geslapen, maar of ze zo goed geslapen zullen hebben is de vraag. Al was het alleen maar door de timmerlieden die de hele nacht doorgewerkt hebben. Het lijkt erop dat de koningin begint. Ik heet u allen welkom, zeer geachte aanwezigen, lieve familie en bovenal onze dochter Beatrix. Ik treed af. En zij treedt aan. Zij neemt mijn taak, het koningschap, over. Een taak die ik noem mooi en zwaar. Ze is daartoe bereid. Ze is daartoe ook uitnemend voorbereid. Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen. Ik ben blij met mijn opvolgster. Ze zal het goed doen. Dat ze deze overdracht ook innerlijk aanvaardt, stemt mij diep dankbaar jegens haar. Binnen het kader van haar grondwettelijke mogelijkheden zal koningin Beatrix haar eigen stijl ontplooien. Ze zal daarboven veel moeten en ook kunnen opbrengen op haar aangewezen plaats. Ze begint evenwel haar regeringsperiode in een heel moeilijk tijdsgewricht. Om de naaste en de verdere toekomst tegemoet te zien, kost iedereen daartoe geroepen moed en veel verbeeldingskracht. Vooral door de beperktheid van onze mogelijkheden in de internationale samenleving. De problemen en de zorgen zijn groot. De komende jaren lijken van beslissend belang te worden voor de mensheid. God zegene onze dochter op haar verdere levenspad.
Bewust hebben wij haar ouders haar een naam gegeven die een wens inhoudt. En die betekent zij die gelukkig maakt. Mogen deze wens ruim bewaarheid worden, dan zal zij daardoor ook zelf geluk ervaren. Wij allemaal goede wensen voor haarzelf en haar taakvervulling, zeg ik nu, begin eraan. Mag ik nu de directeur van het kabinet verzoeken de akte van abdicatie voor te lezen? Heden, de 30 april 1980, des voormiddags te 10 uren, op het Koninkpaleis te Amsterdam, heb ik, Juliana, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, in tegenwoordigheid van mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, bijeengeroepen. De voorzitters van de beide kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk, de vicepresident van de Raad van State, de leden van de deputatie uit de Nederlandse Antillen, de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op de 31ste januari jongstleden aan alle rijksgenoten meegedeelde voornemen mijn regering te beëindigen en afstand van de kroon te doen, zodat deze overgaat op mijn oudste dochter. Ik verklaar dat ik na rijp beraad van dit ogenblik af geheel vrijwillig afstand doe van mijn koninklijke gezag en waardigheid in het Koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, zodat deze overgaan op mijn oudste dochter en troonopvolgster Beatrix, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Diepe-Biesterveld, om door haar en haar wettige nakomelingen bezeten te worden overeenkomstig de bepalingen van het statuut en de grondwet voor het Koninkrijk. Deze mijn verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en van het grootzegel van het Koninkrijk voorzien, zal, nadat deze door mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, alsmede door alle autoriteiten thans bij mij vergaderd, ondertekend zal zijn, in het kabinet der Koningin worden bewaard. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de Staten van de Nederlandse Antillen. En daar komt het moment van feitelijke afstand van het woord. Koningin strekt haar rug. Voor het laatst, Juliana, zoals ze tienduizenden, honderdduizenden stukken heeft getekend in haar leven. En nu is ze dan prinses. Beatrix, koningin Beatrix,
heel lief en warm. De koningin was even geëmotioneerd. En dat laat zich wel denken. Dat papier is niet een soort boek wat al sinds Willem I circuleert. Het is een vers vel perkament, voor zover je daarvan spreken kan. En het wordt, zoals u hoort, bewaard in de archieven. Zo ook tekende 32 jaar geleden. Ja, de koningin is zichtbaar aangedaan. Ik zeg dus nog, er is nog steeds de koningin, betrap ik mezelf nu op. Zoals een lakei gisteren zei, wij zeggen voorlopig maar gewoon de echte koningin en koningin Beatrix. Maar van dat idee moeten we natuurlijk toch langzaam af. Best is het 10 keer zeggen. Dr. Teurlings, de eerste kamervoorzitter, en dokter Dolman tekenen nu de akte van abdicatie. We zullen overigens straks, hoop ik, de letterlijke tekst van die akte, die ons hier, ondanks toezeggingen daartoe nog niet bereikt heeft, voor u voorlezen. Premier Van Agt wordt gewezen waar hij zijn handtekening met een echte vulpen uiteraard moet zetten. Vicepremier Wiegel. En meneer Van der Klauw. Nog maar kort terug van zijn verre reizen. Zo te zien hanteren de heren niet zo vaak meer een echte vulpen. Minister van Justitie waarschijnlijk wel. Meneer De Ruiter. En daar, meneer Paes van Onderwijs. En dan minister van Financiën Van der Stee. Achter hem, maar dat kunt u niet zien, zit prinses Christina en haar man Jorge Guillermo. Maar die zult u ongetwijfeld vandaag nog wel in beeld krijgen. De nieuwe koningin. En haar gemaal. Het wordt een hele lange dag voor de koninklijke familie. De bedoeling is dat er tot laat in de avond gefeest wordt. En alles wat eraan vooraf gaat vereist natuurlijk discipline en alle ogen van een heel groot deel van de wereld op je. De nieuwe koningin zal vanmiddag het gehele parlement ontvangen in het paleis. En daarvan zal u ook later in de avond verslag ontvangen. Maar voor het zover is, zijn er nog heel wat belangrijke en emotionele momenten tegemoet te zien. Albeda neemt het geschrift over van zijn collega Brax.
en der, mevrouw Gouderniers. Daar krijgt u dan in beeld de jongetjes, de zonen van Beatrix en Irene. De drie zoontjes van koningin Beatrix zijn uiteraard alle drie aanwezig. En van prinses Margriet zijn haar zonen prins Maurits en prins Bernhard, de twee oudste, er ook. En naast prins Karel Hugo, hun oudste zoontje, prins Carlos. Heel blond voor zo'n zoontje van een Spanjaard. De Antilliaanse delegatie is nu aan de beurt om te tekenen. Naast minister van Trier zit excellentie Cáceres, minister. Rupert, zegt dokter Rupert, is de naam. En dan de gouverneur, dokter Anders Leito, die nu tekent. En naast hem de voorzitter van de Staten, dus de eerste man in het parlement van de Antillen, zou je kunnen zeggen, Bettico Cruz. En dan minister-president van de Antillen, Martina. Zo straks zult u dus koningin Beatrix en prinses Juliana vanaf het balkon zien. Hier ziet u meneer De Wit, de commissaris van de koningin in Noord-Holland, die zijn handtekening zet. Nou, de koningin is weer een beetje opgefleurd. Zo strak dus zullen Beatrix en haar moeder, net zoals in 48 Juliana en haar moeder, op het balkon verschijnen. En dat zal voor iedereen die dat destijds heeft meegemaakt wel een hele belevenis zijn. Burgemeester Polak, die alles heeft gedaan wat hij kon om zijn stad schoon en mooi te maken voor vandaag. Hij doopt nog eens even in. Dat mag ook wel als burgemeester. Dat is een grote stad. Oh ja. Dat zou nog wel eens een klein vlekje kunnen opleveren. Tevreden.
En dan, juffrouw de Graaf, directeur van het kabinet en heel belangrijk iemand in het leven van de koningin. Die sluit de ene pen en toont nu de koningin. Wie is dat? Schitterend complimenteerd de koningin. Minister Brax, ja, wiens handtekening ze vermoedelijk misschien nog niet zo vaak gezien heeft. Ze vindt hem echt heel mooi. Het lijkt alsof ze de koningin nu eens even goed voor het laatst al die mooie handtekeningen bezichtigt. Koningin, zeg ik weer, prinses Juliana. We moeten het 10 keer opschrijven voor straf. Prinses Juliana. En dan vertrekt de koninklijke familie. Koningin Beatrix. Haar vader, haar man. En prinses Juliana. Zo zal ze straks de deur uitlopen. Zoals ze hem 32 jaar geleden binnenkwam. Als prinses Juliana. En daartussen ligt natuurlijk een heel, heel zwaar bewogen leven. Afscheid nemen is moeilijk, zei de koningin gisteravond. Maar beginnen is nog moeilijker. Het gezelschap verlaat de Mozeszaal. Wij zullen proberen om, vooral voor diegenen die niet zo goed kunnen horen, de tekst van de abdicatie in beeld te krijgen. Maar dan moet dus even het boek voor de camera. Heden de 30e april 1980 des voormiddags de 10 uur op het Koninklijk Paleis te Amsterdam heb ik Juliana, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau enzovoort 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 in tegenwoordigheid van mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot bijeengeroepen, de voorzitters van de beide kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk, de vice-president van de Raad van State, de leden van de deputatie uit de Nederlandse Antillen, de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op de 31 januari jongsleden aan alle rijksgenoten meegedeelde voornemen mijn regering te beëindigen en afstand van de kroon te doen, zodat deze overgaat op mijn oudste dochter. Ik verklaar dat ik na rijp beraad van dit ogenblik af geheel vrijwillig afstand doe van mijn koninklijke gezag en waardigheid in het koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, zodat deze overgaan op mijn oudste dochter en troonopvolgster Beatrix, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Liebe-Bisterfeld, om door haar en haar wettige nakomelingen bezeten te worden overeenkomstig de bepalingen van het statuut en de grondwet voor het koninkrijk. Deze, mijn verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en van het grootzegel van het koninkrijk voorzien, zal, nadat deze door mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, als mede door alle autoriteiten thans bij mij vergaderd, ondertekend zal zijn in het kabinet der koningin, worden bewaard. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de Staten van de Nederlandse Antillen. Dat was de tekst van de akte van abdicatie en daar ziet u de handtekening van alle ministers. En dat was dan, voor zover dit gedeelte, de troonsafstand vanuit het paleis op de Dam. U ziet op dit moment de aankomst van gasten aan de achterzijde van het paleis. Er zijn tegenwoordigers van 56 landen vandaag hier. En dat gaat van Vietnam, Tanzania, Syrië, Benin in Afrika, Turkije, Paraguay, Kenia, Oostenrijk, Zweden. Ik ga er zo maar even doorheen. Luxemburg, Marokko, Noorwegen, Engeland, België. 56 landen in totaal.
En verreweg de meeste van die landen hebben hun ambassadeurs uiteraard hier naartoe gestuurd. Ik zie daar uit een gebouw aan de zijkant van de dam worden oranje snippers, een soort tickertape, naar beneden gegooid. Ballonnen staan op het punt om opgelaten te worden. En ja, het zijn echt zo de laatste seconden kennelijk die wegtikken. Nu gaan de deuren open en daar verschijnen de beide vorstinnen op het bordes. Koningin Beatrix. Prinses Juliana, met daarachter prins Klaus en prins Bernhard. Aan de zijkant van de dam een regen van oranje papier, gezwaai met de bloemen, enthousiasme, vlaggetjes. En prinses Juliana. Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor. Uw nieuwe koningin. Ik ben blij mijn taak aan haar over te dragen. Want ik kom in goede handen. Evenmin als ik zelf destijds... heeft zij... om deze zware opgave gevraagd. Maar hoezeer zij er ook tegenop heeft gezien, zij aanvaardt die innerlijk met volledige toewijding. Steunt er dan ook allen. Gelukkig is ze jong en levenskrachtig genoeg om in de uiterst moeilijke tijden waarin wij verkeren, de moed op te brengen die nodig is om te beginnen. Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet, met al zijn moeilijkheden en mogelijkheden. Allen samen met Koningin Beatrix. Rook verspreidt zich nu over de dam richting Dambrak op. Het oranje bovengezang. Reëler kan het eigenlijk niet in Amsterdam. U zult begrijpen dat ik de behoefte heb mij allereerst tot mijn moeder te richten. Lieve moeder, in de bijna 32 jaar dat u onze koningin bent geweest en zich ten dienste heeft gesteld, heeft u zich ten dienste gesteld van uw medemens. Daarmee hebt u de liefde verworven van ons allen.
diep dankbaar ben ik u voor wat u met vader naast u in al die jaren voor ons land hebt gedaan. Ik kan alleen maar hopen dat mij de kracht geschonken wordt om het koningschap uit te oefenen op een manier die in de lijn ligt van uw wijsheid en uw medemenselijkheid. Op een manier die u waardig is. U bent niet alleen mijn moeder, u bent ook mijn voorbeeld. Op de plaats waar u het eerst als koningin Juliana verscheen, roep ik u nu van harte toe. Nog vele jaren van geluk en voldoening als prinses Juliana. Als uw nieuwe koningin wil ik op dit moment maar enkele woorden zeggen. Met ernst heb ik mij voorbereid op deze zware taak. En ik besef dat er veel van mij gevraagd zal worden. Toch wil ik deze functie aanvaarden als een grote en mooie opdracht. Mijn uiterste best zal ik doen om mij, met steun van mijn man, het vertrouwen waardig te tonen dat velen mij vandaag schenken. Mogen eendracht de basis zijn waarop, ook in een moeilijke toekomst, onze samenleving in rijke verscheidenheid kan bloeien. Wat mij aan krachten is geschonken, zal ik aanwenden om die eendracht te bevorderen. Geen ander streven heb ik dan mij in te zetten voor u en voor ons hele volk en het land te dienen. Leve Nederland! Zonen van koningin Beatrix bij hun vader en moeder gekomen. Op balkon zijn Johan Friso, Constantijn en kroonprins Willem-Alexander. Prinses Juliana en prins Bernhard hebben zich van het balkon teruggetrokken. Althans, ze staan op de achtergrond. Tijdens de toespraak van prinses Juliana zag u dat er een rookbom geworpen werd. Daar is tegen geprotesteerd door omstanders en de daders zijn door de politie gearresteerd. Ging volgens mij, ik kan mij vergissen, prins Albert van België met zijn vrouw prinses Paola.
Prins Charles. De Engelse kroonprins. Is prins Takahito Mikasa en prinses Yuriko Mikasa van Japan. Dan ziet u hier de dagorder van Hare Majesteit Koningin Juliana nog. Ik zal hem op verzoek van kijkers meelezen. Nu mijn regeringsperiode ten einde is, wil ik met een persoonlijk woord afscheid nemen van u, mannen en vrouwen die samen de krijgsmacht vormen. Toen ik de regering op mij nam, waren de marine, de landmacht, luchtmacht en de marechaussee kort na de Tweede Wereldoorlog nog in opbouw. Met veel aandacht hebben mijn man en ik dit proces gevolgd. De krijgsmacht is thans goed voor zijn taak berekend en hij geniet ook internationaal waardering voor zijn waardevolle bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging. De tijd die achter ons ligt werd gekenmerkt door een betrekkelijke rust in ons deel van de wereld. Dat vrede en veiligheid bewaard bleven was en is nog steeds mede te danken aan uw toewijding, plichtsbetrachting en bereidheid om offers te brengen. Zij die daarbij het leven lieten, zullen wij blijven gedenken. Daarnaast heeft de krijgsmacht zich uitstekend van andere taken gekweten. Ik denk hierbij niet alleen aan nationale gebeurtenissen, maar ook aan de inzet ten behoeve van de Verenigde Naties. Ik heb mij in al die jaren nauw met u verbonden gevoeld. Ik kan u verzekeren dat ik in de toekomst het wel en wee van de krijgsmacht in al zijn geledingen met belangstelling zal blijven volgen. Mijn man en ik zijn ervan overtuigd dat u onder de regering van onze dochter koningin Beatrix uw krachten zult blijven geven voor het beschermen van de vrede en de fundamentele beginselen van vrijheid en recht. En dan ziet u hier de dagorder van de nieuwe koningin, van koningin Beatrix. Er wordt mij gevraagd om hem toch maar niet helemaal mee te lezen. Maar voor die kijkers die daarom gevraagd hebben, haal ik er een paar zinnen uit. Het proces van maatschappelijke veranderingen heeft ook de krijgsmacht als deel van onze samenleving niet onberoerd gelaten. De krijgsmacht is hierin meegegaan, is zich ontwikkeld tot een modern apparaat waarin militairen en burgers, mannen en vrouwen, vrijwillig dienende en dienstplichtige samenwerken. Nederland en zijn bondgenoten kunnen rekenen op onze krijgsmacht. U bent nu weer terug om bijna 14:15 op de Dam. U weet het, het gaat nu vanmiddag om de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Enkele meters boven mij in een commentaarpositie speciaal gebouwd. In die kerk zit mijn collega Jaap van Meekeren. Ja, welkom in de Nieuwe Kerk, dames en heren. Over ongeveer 10 minuten zullen de Kamerleden plechtig vanuit het paleis op weg gaan naar de kerk. De koningin komt pas om 3:00 nadat om 2:30 de vergadering van de Staten-Generaal door de voorzitter geopend zal zijn. U hoort nu eerst de kroningsmessen van Mozart. Thank you.
Dan ziet u nu de leden van de Staten-Generaal, leden van Eerste en Tweede Kamer, dus op weg van het paleis naar de Nieuwe Kerk. De heer Edenhuil, naast hem de heer Vermeer, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Daarnaast de heer Dolman, voorzitter van de Tweede Kamer. Midden voor loopt de heer Turlings, professor Turlings. Hij is voorzitter van de Eerste Kamer en straks voorzitter van de vergadering der beide kamers. De heer Lubbers, mevrouw van Sommeren-Downer, de heer Rietkerk, de heer Terlouw ziet u midden in beeld. Achter de heer Terlouw, mevrouw Ria Bekkers, de heer Marcus Bakker, fractieleider van de CPN, de heer Nijhoff. De heer Broeks, Eerste Kamerlid, achter hem de heer Schakel, daarachter de heer Poppe, de heer Schakel van de Antirevolutionairen en nu dan CDA. En de heer Poppen van de Partij van de Arbeid. Enfin, de meeste zult u wel herkennen. Midden in beeld nu de heer Wolf. CPN erachter de heer Dankert, Partij van de Arbeid. De heer Kloos, Eerste Kamerlid, Partij van de Arbeid. De heer De Gaai Fortman, Eerste Kamerlid. Mevrouw Kapijnen van de Compello van de VVD. De heer Ter Beek in het midden met de jas los. De heer Kea van de VVD, Tweede Kamer. Daarachter de heer Jacobsen, Amsterdamse VVD'er. De kolonel Ploeg zag u in uniform. Hij is lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Het zijn de bekende gezichten die u regelmatig ziet in journaals en in de krant. De eerste tientallen van hen zijn nu in de Nieuwe Kerk gearriveerd en gaan op weg naar hun plaats. Ook al wordt de kroningsmes voor u helaas onderbroken voor het verstrekken van informatie, ik zou toch de muzici en zangers hier tekort doen als ik u niet even hun namen noemde. Er wordt gezongen door 170 jongens en meisjes die deel uitmaken van het jeugdkoor van de Vrije School in Den Haag. Solisten zijn de sopraan Eddie Ameling, de altzangeres Sylvia Schluter, de tenor Hein Meens en de bas Diewe Visser. Er wordt gespeeld door het Amsterdamse Kamerorkest. Dat is een formatie uit het Concertgebouworkest. De dirigent is Charles de Wolf. Het is dus de kroningsmes van Mozart die hier tot uitvoering komt. Dat klinkt toepasselijker dan het is. Er is geen sprake van een kroning, maar van een inhuldiging. Daarover later. En sinds de reformatie is in deze kerk natuurlijk geen mis meer opgedragen. Van de kerk zijn ook de buitenlandse gasten aan het arriveren. U ziet daar twee indrukwekkend geklede Afrikanen. 57 landen stuurden hun vertegenwoordigers. Er zijn vorstelijke personen bij, maar ook hier is de achterkant waar zij arriveren. Maar vooral ook ambassadeurs van die landen. Het wemelt hier van hoge gasten, maar ik wil u toch niet onthouden dat er ook 12 jongens en 12 meisjes uit onze 11 provincies en uit de zuidelijke IJsselmeerpolders aanwezig zijn.
leerlingen uit 5e en 6e klasse die op 31 januari zijn geboren en die verder door het lot werden aangewezen. Verder zouden er 1000 binnen- en buitenlandse journalisten en fotografen naar Amsterdam zijn gekomen, maar hier in de kerk kon maar voor een kleine 200 persvertegenwoordigers plaats worden gemaakt. Overigens, u had hier ook kunnen zitten. Een vergadering van de Staten-Generaal is een openbare bijeenkomst en publiek moet kunnen worden toegelaten. Onder de honderden aanvragers is geloot. 208 briefschrijvers mochten komen en zullen ongetwijfeld ook gekomen zijn. Achterzij de kerk, aankomst van voornamelijk ambassadeurs. U weet het, regerende vorsten zijn niet aanwezig. Het is eigenlijk de bedoeling dat koningin Beatrix eerst een bezoek aflegt aan bijvoorbeeld de Engelse koningin. Die regerende vorsten hebben wel prinsen afgevaardigd. We hopen u daarvan enkele straks in beeld te kunnen brengen. In Den Haag is kennelijk een poging gedaan om de ridderzaal, ik wil niet zozeer zeggen te kraken, maar dan toch wel open te breken. De deur ervan is beschadigd, dat is in de ochtend gebeurd. En de Haagse politie heeft handen vol gehad met het knokken met actievoerders. De bel, de voorzitter, zal de vergadering openen. Ik open de Verenigde Vergadering als bedoeld in artikel 52 van de Grondwet. Ingekomen is het Koninklijk Besluit van 16 april 1980, nummer 90, tot het bijeenroepen van de Staten-Generaal in een openbare en verenigde vergadering, waarin de plechtige beëdiging en inhuldiging van de koningin zal plaatsvinden. Ik verzoek de griffier dit besluit voor te lezen. Wij, Juliana, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Op de voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken van 15 april 1980, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, directie Binnenlands Bestuur, afdeling Wetgeving en Bestuurszaken, gelet op artikel 52 van de Grondwet, hebben goedgevonden en verstaan. De beide kamers der Staten-Generaal worden bijeengeroepen tot een openbare en verenigde vergadering voor de plechtige beëdiging en inhuldiging van onze dochter Beatrix, welke vergadering op woensdag 30 april 1980... des namiddags om 2:30 uur in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal worden gehouden. Onze minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in de Nederlandse Staatscourant en in het publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kamers der Staten-Generaal, aan de Staten van de Nederlandse Antillen, aan de Raad van State van het Koninkrijk, aan onze ministers, aan de departementen van Algemeen Bestuur en aan de Algemene Rekenkamer. 16 april 1980 was getekend Juliana. De minister van Binnenlandse Zaken was getekend Wiegel. Er zijn berichten van afwezigheid ingekomen van een aantal leden der Staten-Generaal. Ik verzoek de griffier deze berichten voor te lezen. De berichten van afwezigheid
zijn afkomstig van de heren Thijssen, Maaskant, Van Dalen, Van de Ven en Versloot om redenen van gezondheid. Mevrouw Langendijk de Jong en de heren Uien, Mertens, Van der Spek en Vocht om principiële redenen. De heer Voogd wegens andere ambtsbezigheden en voorts van de heren Spieker, Koekoek en Moor. Ik benoem tot leden van de commissie die Hare Majesteit de Koningin zal ontvangen en uitleiden de heren Dolman, Vermeer, Den Uyl, Van Hulst, Lubbers, mevrouw Van Someren, Downer, de heer Rietkerk, de heer Terlouw, de heer Bedegaai-Furtman, mevrouw Bekkers de Bruin, de heer Meuleman, de heer Abma, de heer Van der Jacht, de heer Verbrug, de heer Nijhoff en de heer Maris. Hier ziet u zojuist het paleis verlaten. Voorop de heer Ruppert, ondervoorzitter van de Raad van State. Over de leden van die Raad van State en de functie zal Jaap van Meekeren straks meer vertellen. Voorzitter van de Raad van State is koningin Beatrix, zoals u weet. Twee politici die u nog wel kent uit een ander leven, de heer Veringa en Aarden. De heer Van Lier ziet u hier passeren. En dan is hier het kabinet en dat van de Nederlandse Antillen. Minister-president Van Agt voorop, naast hem Don Martina, minister-president van de Antillen. Daarachter de heer Wiegel, minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier. Minister De Ruiter van Justitie, Van der Klauw van Buitenlandse Zaken. Twee minuten lopen van het paleis naar de kerk. Zo is grondig uitgezocht na vele repetities. Achter de heer Van der Klauw, de heer Van der Stee. Naast hem de heer Pais van Onderwijs. De heer Van der Stee is van Financiën. De heer Belaars van Blokland. De heer Van Ardennen, Economische Zaken. De heer Brax. De heer Giniaar. En u zag mevrouw Gardeniers. Achteraan minister De Koning. Ontwikkelingssamenwerking. Dan de staatssecretarissen. De heer Van Ekelen bijvoorbeeld, mevrouw Smit-Kroes, de heer Broks, Volkshuisvesting, mevrouw Kraaienveld-Wouters van CRM, mevrouw Veder-Smit van Volksgezondheid. De beide kabinetten zijn nu bij de ingang van de kerk. Ja, de ministers en staatssecretarissen zijn nu binnengekomen. En denkt u nu niet, wat zijn die ministers onbeleefd dat ze de heer Teurlings niet even vriendelijk gedag zeggen? Want de heer Teurlings is een hoge autoriteit. Hij komt in ons staatsbestel onmiddellijk na de koningin. Hij is hoger, om het zo maar te noemen, dan de minister.
Het is geen onbeleefdheid van de heer Van Acht en de zijne. Het is protocol. In het draaiboek van de plechtigheid staat aangegeven uitdrukkelijk, nota bene staat er, zij geven de voorzitter geen hand. Nou, en dat doen ze dus ook niet. Samen met het kabinet komen de leden van de Raad van State binnen. Het hoogste adviescollege van de staat. Prinses Beatrix heeft sinds haar 18e verjaardag de vergaderingen van de Raad van State trouw bezocht. Ze was daar lid van. Sinds vanmorgen 10 uur is ze nu officieel voorzitter van de Raad van State. Maar dat is in hoofdzaak een papieren functie. Een regerend vorst is slechts bij hoge uitzondering in de Raad aanwezig. Het werk wordt gedaan door de vicevoorzitter, de heer Ruppert. Even mag onderbreken, Jaap. Prins Charles, Prins of Wales, is op dit moment in de kerk gearriveerd. We zullen de kijkers daar even het zicht op gunnen. Inmiddels komen weer andere buitenlandse gasten binnen. De ministers, de staatssecretarissen en de leden van de Raad van State zijn gaan zitten. Links en rechts, misschien kunnen we dat ook even op de camera krijgen, van de... Prins Albert, hè? En prinses Paola van België. We zullen even wachten tot de hoogste gasten, de gasten van adel, de kerk hebben betreden. Prins Albert is in feite kroonprins van België omdat de koning, koning Boudewijn, geen kinderen heeft. Ja, inmiddels zijn de staatssecretarissen, de ministers en de leden van de Raad van State weer in uw beeld. Ze zijn gaan zitten links en rechts van de credenstafel. Die is geplaatst tegenover het podium waarop straks de koningin en de prins zullen plaatsnemen. Ze zitten dus met hun rug naar de kamerleden toe. Ja, het is wel een schril contrast met de beelden die we zo even hebben gezien. Als ik nu even met u ga praten over de regalia, dat zijn de voorwerpen die liggen op de credenstafel die ik u zo even al heb genoemd. Dat zijn de kroon als symbool van de monarchie, de scepter, symbool van het koninklijk gezag en de rijksappel. De rijksappel, dat is het symbool van het grondgebied waarover het gezag wordt uitgeoefend. Die rijksappel stelt de wereldbol voor. En dat mag dus, zeker sedert de onafhankelijkheid van Indonesië en Suriname, wel een overdreven symbool genoemd worden. Maar we hebben dan tillen nog. Wat ook op tafel ligt, dat is de grondwet die natuurlijk vandaag centraal staat. Stelt u zich overigens niet te veel van die regalia voor. Ze zijn in 1840 gemaakt in opdracht van koning Willem II. Maar omdat hij niet de bedoeling had die kroon ooit werkelijk te dragen of die scepter te hanteren, kwam het er niet zo erg op aan. Het kon op een koopje gebeuren. De prijs van de kroon bedroeg in 1840 4700 gulden. Dit, wat u nu ziet, zijn de leden van de commissie van in- en uitgeleiding. Onder voorzitterschap van de heer Dolman zijn dat de fractievoorzitters van de partijen in Eerste en Tweede Kamer. Zij zullen straks de koningin, koningin Beatrix en prins Klaus ontvangen en later ook weer uitgeleiden doen. Op dit ogenblik zouden prinses Juliana en prins Bernard aan moeten komen bij de ingang van de Nieuwezijds voor Burgwal. Ja, daar is klopt. De koninklijke familie. U ziet Willem-Alexander, zoon van koningin Beatrix, nu kroonprins Willem-Alexander, en zijn broers Johan Friso en Constantijn achter prinses Juliana en prins Bernhard. Bij de jongens loopt mevrouw van Amsberg, de moeder van prins Klaus. De koninklijke stoet arriveert nu bij de ingang van de nieuwe kerk. Ja, en bij de nieuwe kerk worden prinses Juliana en prins Bernhard met de andere leden van de koninklijke familie ontvangen door jonkheer Roel, de griffier van de Eerste Kamer, die u net al aan het werk hebt gezien, en door de hoofdceremoniemeester, de kapitein ter zee, buitendienst Oziek. Van de 13 kleinkinderen zijn alleen de oudste 6 aanwezig. De andere helft was kennelijk te jong. Beatrix' oudste, Willem-Alexander, mag zich sinds 10 uur vanmorgen prins van Oranje noemen. Tot dusverre was hij met zijn broertjes en neefjes alleen prins van Oranje-Nassau. Het is voor het eerst sinds 96 jaar
dat we weer een prins van Oranje hebben. De laatste stierf in 1884, dat was Alexander. En door zijn overlijden kwam de toenmalige prinses Wilhelmina in aanmerking voor de troonopvolging. De vermoedelijke erfgenaam van de kroon, zo heet dat bij ons, de titel kroonprins, Koos Postema gebruikte dat net zoals we allemaal doen, maar die titel komt eigenlijk in de grondwet niet voor. De vermoedelijke erfgenaam van de kroon, Willem-Alexander dus, komt over 5 jaar, als hij 18 geworden zal zijn, in aanmerking voor een eigen inkomen dat uit de schatkist zal worden betaald. De andere kinderen uit het koninklijk huis krijgen dat niet. Hare koninklijke hoogheid, prinses Juliana, die is vandaag op haar 71ste verjaardag ambteloos burger geworden. En ik heb me laten vertellen dat de eerste regeringsdaad van koningin Beatrix het ondertekenen zal zijn van een besluit of wet of maatregel ter vaststelling van een pensioen voor haar moeder na 32 jaar trouwe dienst. Als de koninklijke familie gezeten is, zoals dat heet, dan kunnen wij misschien even stuk voor stuk de vorstelijke personen laten zien. Naast koningin Juliana zit mevrouw van Amsberg. Dat is de moeder van prins Klaus. En naast haar, op dit ogenblik even uit beeld, onze nieuwe kroonprins Willem-Alexander. Ja, en daarnaast de tweede zoon. Nee, dat is de derde, dat is Constantijn. Naast prins Bernhard, prinses Margriet. Verder zijn aanwezig, ik zal ze maar eventjes gelijk allemaal opnoemen. De oudste zoon, Maurits, van prinses Margriet. Dan natuurlijk de heer van Vollenhoven, die zelf ook vandaag jarig is. Die wordt 41 jaar. Op dit ogenblik ziet u de heer Guillermo met naast zich prinses Christina. U hebt al in beeld gehad de heer en mevrouw de Bourbon Parma, prinses Irene en haar man. Dan is ook aanwezig Bernard, de tweede zoon van Margriet en Pieter. Carlos junior van prinses Irene, de 10 jaar oude zoon. En u zult ook een paar onbekende gezichten zien. Dat zijn de zuster en de zwager van prins Klaus, de heer en mevrouw Jenkel. En verder zijn aanwezig andere vrienden van de koninklijke familie, barones en baron von der Recke. Op dit moment schoonen Hare Majesteit in het paleis. Voorop ziet u twee sergeants van de mariniers. En daarachter de vier personen die ik u net, wat hun functie betreft, al beschreef. De mariniers zijn de sergeant De Ruiter en de sergeant Veldhoen. Ze zijn hoornblazers. Achter die twee sergeants ziet u mevrouw Willingen-Slicher en de heer Ubbink. Mevrouw Willingen-Slicher is draagster van de verzetster Zuidoost-Azië. Ze is vanaf oktober 1942 geïnterneerd geweest in Japanse kampen. De heer Ubbink, die naast haar loopt, was een Engelandvaarder. Hij is als medewerker van de geheime dienst in 1942 boven Nederland gedropt, werd slachtoffer van het beruchte Engelandspiel, gevangen genomen en opgesloten in Haren. Daar is hij weer ontsnapt en met veel moeite teruggekeerd in Engeland. Hij heeft daar gewerkt bij de Special Operations. Koningin Beatrix, prins Klaus.
In de stoet lopen uiteraard mee de mensen die bij het hof werken in alle mogelijke functies. De namen die ze hebben zijn dateren eigenlijk van vroeger. Maar uiteraard moet u daar functies voor lezen zoals mensen die bij een dergelijke hofhouding nu moeten vervullen. Ceremoniemeester is aanwezig, de particuliere secretaris uiteraard en adjudanten van de nieuwe koningin. De koningin draagt de koningsmantel die voor de eerste maal gedragen werd door koning Willem I in de vorige eeuw. De manteldragers zijn de heren Broekhuizen, Snoek van Rossum du Châtel en mevrouw Prinsen. De tocht van de koninklijke stoet werd muzikaal begeleid door de Entrada van Jurjaan Andriessen, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd en uitgevoerd door het Amsterdams Kamerorkest onder leiding van Charles de Wolf. Als koningin Beatrix zo dadelijk de kerk zal zijn binnengekomen, zal dat worden aangekondigd door de opperceremoniemeester, de heer Poziek. De koningen der wapenen, kan ik u misschien nog even vertellen. Dat zijn, is één bekende zeker voor u bij, dat is de heer Hazelhoff Roelfsema, de soldaat van Oranje, dan weet u eigenlijk genoeg. En de heer Scheepstra, hij was een verzetsman, lid van de landelijke knokploegen en heeft bijvoorbeeld 56 mensen bevrijd die in de Tweede Wereldoorlog in het Huis van Bewaring in Arnhem zaten. Vier verzetsmensen dus dienen als visitekaartje voor de nieuwe koningin. Zij heeft bewust voor deze vier mensen gekozen. De koningin!
Zo dadelijk zal koningin Beatrix de Staten-Generaal toespreken. Daarna zal ze de eed op de grondwet afleggen. Aan weerszijden van het podium zult u zo dadelijk zien de koningen der wapenen, soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelsema en de andere verzetstrijder, Engelandvaarder, waarover Cor Postema al sprak, Bob Scheepstra. Leden van de Staten-Generaal. Al wat ons volk ervaart als juist, rechtvaardig, nationaal, wordt in ons staatsbestel getoetst aan uw vertrouwen. Vertrouwen ook van volk en parlement is de grondslag van de constitutionele monarchie. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaagse koningschap. In die geest zijn wij bijeengekomen om aan elkaar in oude woorden beloften af te leggen. Het Nederlandse volk zal ik zweren dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Gij, vertegenwoordigers van ons volk, ontvangt mij thans als koning. Deze plechtige ontmoeting ontleent haar betekenis mede aan het statuut voor het koninkrijk. Mijn eed zal dan ook naar de geest van het statuut, tevens het volk der Nederlandse Antillen, gelden. Het verheugt mij dat afgevaardigden ook uit dit deel van het koninkrijk hiervan getuigen zijn. In onze wederzijdse beloften ligt echter meer besloten. Daarin schuilt alles wat een goed koning en een goede, getrouwe Staten-Generaal schuldig zijn te doen. Met het voornemen dit alles letterlijk te nemen, sta ik voor u, bereid en open. Dit ambt is niet verworven. Het is een functie waar geen mens om vragen zou. Waarvan wel zichtbaar is de uiterlijke glans, maar veelal niet de last en zelfbeperking zonder onderbreken. Toch sta ik hier, wel voorbereid, maar ook onwetend waarheen de weg ons voert. U vraag ik om uw steun. En in u, het Nederlandse volk, om zijn vertrouwen. Voor de vervulling van de mij opgelegde taken beloof ik u de volle inzet volgens de hoge eisen van het ambt. Ik ken mijn opdracht, te handelen buiten eigen voorkeur en te staan boven partij- en groepsbelangen. Die opdracht wil ik vervullen naar plicht en geweten, vanuit het vast geloof dat God mijn leven leidt. Lieve moeder, wanneer iets mij in uw rede bij uw inhuldiging als koningin Juliana heel bijzonder heeft getroffen, dan is het wel de zin waarin u met nadruk vaststelde dat voor een koningin haar taak als moeder even belangrijk is als voor iedere andere Nederlandse vrouw. Niet alleen voor mij, voor ons, uw dochters, maar voor het hele Nederlandse volk bent u een moeder geweest. Wijsheid, vredelievendheid en godsvertrouwen waren de fundamenten waarop u ons land 32 jaar lang heeft gediend. Hoe u uw taak als koningin heeft opgevat, vol plichtsbetrachting en diep menselijke belangstelling, heb ik van dichtbij mogen meemaken. Uw onwankelbaar geloof was u een sterke steun
ook wanneer tegenslagen u niet bespaard bleven. Steeds was u geduldig, mild, aanvaardend en in uw grote hart werd veel bewaard. U wist uw opdracht inhoud te geven in bescheidenheid en met volledige wegcijfering van uzelf. Vandaag weet ik mij de tolk van alle Nederlanders in en buiten het Koninkrijk die u willen danken voor de bijzondere wijze waarop u zich gedurende zoveel jaren aan ons allerbelang heeft gewijd. Met name noem ik de bewoners van de Nederlandse Antillen, wier land onder uw regering een nieuwe plaats heeft ingenomen in het Koninkrijk. Ook hun warme genegenheid heeft u ervaren en beantwoord. Lieve moeder, vandaag is uw geboortedag. Uit diepe, diepe dankbaarheid voor alles wat wij van u ontvingen, zal deze dag ook in de toekomst verbonden blijven met uw wijsheid, uw medeleven, uw moederliefde. Want deze dag zal blijven Koninginnedag. Als ouders heeft u beiden, vader en moeder, in verbondenheid uw kinderen op weg geholpen. In de oorlogsjaren hebben wij onze vader veel moeten missen. Maar zijn grootste inspanning voor het vaderland, toen en nadien, zal naast ons familieverband onze alles overheersende, dankbare herinnering blijven. De functie, lieve moeder, die u vandaag aan mij heeft overgedragen, is eenzaam genoemd. Hoe eenzaam kunt alleen u weten. Maar evenmin als u ben ik alleen. Ik besef hoe gelukkig ik ben dat naast mij mijn man staat, die mij steunt, aanvult en corrigeert. Zijn talenten zal hij blijven geven aan zijn veelzijdig werk in en voor Nederland. Ongetwijfeld zal mijn nieuwe taak meer vragen van ons samen en ook van onze kinderen. Maar wij zijn bereid die offers in de persoonlijke sfeer te brengen naar de maat van onze mogelijkheden en beperkingen. Daarbij mogen we gelukkig ook rekenen op de steun van mijn zuster Margriet en haar man. Ons staan grote voorbeelden voor ogen. Mijn grootmoeder, die zich op haar eigen sterke wijze heeft ingezet om van en voor haar volk te zijn. Mijn moeder, met haar zeer menselijke vertolking van het ambt. Deze voorbeelden inspireren mij. Navolgen kan ik ze niet, maar wel wil ik graag proberen de aansluiting op het verleden te vinden in de nieuwe tijd, vol eisen en behoeften. Leden van de Staten-Generaal. Als vandaag de dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid, een voorgevoel dat de toekomst niet eenvoudig ontwikkeling en groei van het bestaande zijn kan. Verandering is er altijd geweest, maar de snelheid waarmee de waarden van gisteren vandaag weer ouderwets of overbodig lijken, raakt aan ons evenwicht. Het is alsof de tijd ontbreekt zich ergens thuis te voelen. Daar komt nog bij de dreiging die ons voortbestaan onzeker maakt.
Wie zichzelf daaraan wil onttrekken en voor zichzelf bewust een eiland heeft gemaakt, kan zich niet veilig weten. Niemand is immers veilig bij de wetenschap dat voor het eerst de mens in staat is tot zelfvernietiging op wereldschaal. Angst daarvoor kan ons denken verlammen en ons terneerslaan. Maar in moedeloosheid mogen wij niet berusten. Alle krachten moeten worden ingezet opdat de mensheid kan beheersen hetgeen zij zelf heeft uitgedacht en heeft tot stand gebracht. Voor vrede moeten wij ons inspannen, want vrede immers geeft perspectief aan al wat leeft of leven zal. Wie bouwt, die wil een plan. Wie vaart, een goed kompas. Verandering moet, denken wij, vooruitgang zijn. Vooruitgang in gelijke kansen, welzijn en geluk. Daarvoor is nodig dat veel wordt beproefd met alle fantasie die in ons is. Dat veel wordt uitgedacht, ontdekt, met risico's desnoods, in samen denken en in samen doen. Voor iets zo veelomvattend heeft niemand het recept. Maar bij het zoeken naar oplossingen is fundamenteel dat wij gemeenschap blijven en dat bewijzen. Door inspanning in saamhorigheid en zelfbeperking in vrijheid. Want kracht en prestatie hebben de menselijke dimensie nodig van solidariteit. In de geschiedenis heeft ons volk bewezen groot te zijn. Niet in aantal of in grondgebied, maar in oervaderlandse eigenschappen van energie, vindingrijkheid en verdraagzaamheid. Elkaar hebben wij de vrijheid gegund te denken en te spreken naar eigen inzicht en overtuiging. Bij grote communicatie en mobiliteit op een klein en dichtbevolkt gebied diende verdraagzaamheid telkens opnieuw verworven en bevestigd te worden. Dat betekende en betekent bereidheid tot luisteren, inschikkelijkheid, gemeenschapszin. Zo groeit samenwerking vanuit de bevolking en wordt de Nederlander van vandaag niet meer alleen bestuurd, maar stuurt ook zijn bestuurders. Vrije ontplooiing van een ieder vooronderstelt dat wij ook elkaar daartoe de ruimte gunnen en geven. Alleen in bescheidenheid en in eerbiediging van grenzen ontstaat die ruimte voor de vrijheid van de een en van de ander. In een vrije en veelvormige gemeenschap als de onze is het onontkoombaar dat tegenstellingen ontstaan en ook tot uiting komen. Maar voor de oplossing is onontbeerlijk de tegenstander niet te zien als vijand, doch als drager van een andere mening. Zoals de weegschaal niet mag doorslaan tussen mensen, zo dient de vrije samenleving, waar de sterken voor zichzelf zorgen, haar evenwicht te vinden door zorg voor zwakkeren, minderheden. Hen die vergeten en alleen zijn. Het deelgenootschap gaat nog verder. Wij danken veel van wat ons volk bezit in materieel opzicht en vooral aan geestelijke waarden, aan onze ouders en voorouders. Daarop moeten wij zuinig zijn, ter wille van onze kinderen en kindskinderen. Het besef dat mensen elkaar nodig hebben, is ons ingeboren. Eeuwenlang
hebben vervolgden in ons land een vluchthaven gevonden. Nederlanders hebben zich van oudsher actief op de wereld gericht. De laatste jaren heeft deze belangstelling voor de wereld meer algemeen diep gang gekregen in de verbondenheid met de mensen in ontwikkelingslanden. In onze samenwerking met deze landen groeit het besef dat wij moeten bijdragen tot wezenlijke veranderingen. Zulke veranderingen aan te durven vraagt moed. De moed om te aanvaarden met alle consequenties van dien dat ons bestel niet meer is los te zien van de noden in de wereld. Maar de bereidheid ruim te denken over rechtvaardigheid en vreedzaam samenleven vindt steeds zijn fundament en uitgangspunt in eigen land. Leden van de Staten-Generaal. Soberheid, eenvoud, toewijding hebben de regering van mijn moeder gekenmerkt. Met eerbied en dankbaarheid voor dat voorbeeld wil ik trachten mijn opdracht te vervullen in de nieuwe tijd. In de bestemming van mijn leven staat deze opdracht voorop. Hiervoor wil ik ten dienste staan, om uw vertrouwen waard te zijn. Wanneer ik dadelijk de eed op de grondwet aan het Nederlandse volk zal afleggen, is het niet uit eigen kracht dat ik de taak die mij is toegedacht begin. In mijn geloof hoop ik die kracht te vinden. Zo liggen mijn allerdiepste wortels in ons volkslied. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijn onderdanen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten te mijner beschikking stellen, zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo dadelijk zal voorzitter Turlings het woord nemen. Majesteit, in 1948, bij de inhuldiging van koningin Juliana, schiep de toenmalige voorzitter der Verenigde Vergadering van beide Kamers der Staten-Generaal een precedent. Terwijl in 1898, en voor zover wij weten ook bij eerdere inhuldigingen, de voorzitter zich had beperkt tot het formulier
zoals dat in de grondwet is neergelegd, sprak de voorzitter in 1948 voorafgaande aan de formule van inhuldiging een korte rede uit. De behoefte uiting te geven aan het besef hoezeer in de jaren van oorlog en verzet, die toen nog zo vers in het geheugen lagen, het Koningshuis het teken van nationale eenheid had gevormd en van hoe grote betekenis de moedige houding van koningin Wilhelmina voor het herstel van onze nationale zelfstandigheid was geweest, zal stellig de voornaamste drijfveer zijn geweest die de voorzitter van toen bewoog om af te wijken van een gevestigde traditie. Tegelijkertijd evenwel was het feit van het uitspreken van een rede te beschouwen als een teken dat een nieuwe tijd was aangebroken. Niet langer immers was er de onderdaan die ootmoedig het hoofd boog voor de nieuwe monarch. Maar de landgenoot trad naar voren die met respect en vol vertrouwen het nieuwe staatshoofd begroette. Zegt men te veel wanneer men opmerkt dat koningin Juliana, die in een nieuw tijdperk zo zinvol inhoud aan het koningschap heeft gegeven, niet zou hebben gewenst dat men er anders zou zijn tegemoet getreden? De monarchie ligt vast verankerd in het gevoelsleven van het overgrote deel van het volk van Nederland en de Nederlandse Antillen. Het is echter niet het koningschap als zodanig, als een onaantastbare door God gestelde institutie, maar de monarchie onder het Huis van Oranje die men waardeert en bereid is te verdedigen. De aanduiding het Huis van Oranje moet hierbij in nationale en Nederlandse zin worden opgevat. Onder koning Willem III immers ontstond op zeker moment, toen er in feite geen erfopvolgers meer waren overgebleven, de vrees dat de troon zou vererven naar een Duitse zijtak van de dynastie. Groot was de vreugde toen uit het huwelijk van koning Willem III met koningin Emma een prinses geboren werd, de latere koningin Wilhelmina. In onze dagen behoeft men voor een herhaling van zo'n situatie niet te vrezen. De oranjeboom draagt als nooit tevoren. Maar wie zou durven beweren dat indien opvolgers in de Nederlandse lijn zouden komen te ontbreken, de voortzetting van de monarchie niet ter discussie zou worden gesteld? Niet de gedachte dat Nederland nooit een andere staatsvorm dan die van een monarchie zou kunnen hebben, leeft in ons volk. Maar er heerst één in statuut voor het Koninkrijk en grondwet neergelegd verbond tussen het volk en het Huis van Oranje. Een verbond geboren uit de geschiedenis van ons land en gesterkt door de waardering voor de wijze waarop de regentes en twee opeenvolgende koninginnen inhoud hebben gegeven aan haar hoge ambt. Een verbond vormt een complex van wederkerige rechten en verplichtingen. Naar behoren nageleefd kan een verbond uitgroeien tot een innige verbondenheid. Op het staatshoofd rust de plicht om boven partijen te staan. Dat wil zeggen naar eer en geweten te beslissen, niet geleid door partijpolitieke voorkeur, nog door dynastieke overwegingen. Op het volk rust de plicht om het staatshoofd met respect en begrip tegemoet te treden, in het besef dat alle mensenwerk feilbaar is, in het besef tevens
dat ieder mens, ook het staatshoofd en de overige leden van de koninklijke familie, recht hebben op een eigen levenssfeer waarin geen ongenode gasten mogen binnendringen. Met dankbaarheid zien wij terug op de regeerperiode van koningin Juliana. Met vertrouwen hebben wij uw majesteit zien opvolgen op de troon die uw moeder zoveel jaren en op zo waardige en zo bekwame wijze heeft bekleed. Een vertrouwen dat stoelt op de opvoeding die u van uw beide ouders ontving en dat gesterkt is door de voorbeeldige plichtsbetrachting die u als kroonprinses heeft betoond, alsmede door de wijze waarop uw echtgenoot u steeds terzijde staat. Mogen God zegen op u rusten, op uw persoon, op uw gezin en op uw werk. Mogen met Gods hulp het verbond tussen het volk van Nederland en de Nederlandse Antillen en het Huis van Oranje de innige verbondenheid behouden waartoe het onder uw voorgangsters is uitgegroeid. Van uw inzet, majesteit, zijn wij overtuigd. De onze zeggen wij u toe. Mogen thans de Staten-Generaal, daarmede tevens uiting gevend aan de gevoelens van de Staten van de Nederlandse Antillen, overgaan tot de inhuldiging gelijk voorgeschreven in de Grondwet. Ik lees voor de tekst van de in artikel 54 der Grondwet voorgeschreven plechtige verklaring luidende: wij ontvangen en huldigen in naam van het Nederlandse volk en krachtens de Grondwet u als koningen. Wij zweren of beloven dat wij uw onschendbaarheid en de rechten uw kroon zullen handhaven. Wij zweren of beloven alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpen ons God almachtig, en dat beloven wij. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nadat al dus voorzitter Turlings heeft gezworen, volgt dus nu de eigenlijke inhuldiging voor alle Kamerleden. Zij zullen stuk voor stuk staande hun trouw aan thans de koningin lees ik de namen verklaren. Van de volgende aanwezige leden der Staten-Generaal op. Dolman. Vermeer. Den Uyl. Van Hulst. Lubbers. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Zomeren Douna. Rietkerk. Terlouw. B. de Gij Vortman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bekkers de Bruin. Meuleman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Abma. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Empers. Dat beloof ik. Embakker. Dat beloof ik. Van der Jacht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Verbrug. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nijhof. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maris. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Broeks. Schakel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Hemert tot Dingshof. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bortijnen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Brinkhorst. Zo
Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Poppen. Dat geloof ik. GMP Cornelissen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Diepenhorst. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Jokkes. Dat geloof ik. Lambert. Dat geloof ik. Mommersteek. P.A.M. Cornelissen. Van Tijn. Dat geloof ik. Van Rossum. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De Rijk. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Geurtsen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wolf. Dat geloof ik. Baas. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van der Stoel. Dat beloof ik. Dankert. Dat beloof ik. Goden. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Niepels. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Veerman. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Kloos. Roodhof. Dat beloof ik. De Beer. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Derwind. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hermsen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Scholten. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. W.F. de Gijvochtman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Dis. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bremen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Steenkamp. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Rolls. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Voortman. Dat beloof ik. Letschert. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Haasberger. Dat beloof ik. Kapijnen van de Copello. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Crema. Dat beloof ik. Stoffelen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Terbeek. Dat beloof ik. K. de Vries, Eerste Kamer. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Ooyen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wisseling. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van der Werf. Dat beloof ik. Waalkens. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. G.C. van Dam. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zoon. Dat beloof ik. Kia. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Leijenhorst. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Fransen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Epema Brugman. Van der Zanden. Van Zijl. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. H.A. de Boer. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Schlingeman. Ploeg. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Kuik. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Jansen. Dat beloof ik. De Boys. Dat beloof ik. Hartmeijer. Dat beloof ik. Kosto. Dat beloof ik. Zoutendijk. Dat beloof ik. Dees. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Salomons. Dat beloof ik. G.W. Konthof, Eerste Kamer. Dat beloof ik. Kombrink. Dat beloof ik. Aarts. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De Koster. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Scherpenhuizen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Konings. Dat beloof ik. Tjertsma. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Houwelingen. Zo waarlijk helpen God almachtig. Waldmans. Dat beloof ik. Harbach. Zo waarlijk helpt me God almachtig. Van der Dof. Dat beloof ik. K. Kolthof, Tweede Kamer. Dat beloof ik. G. de Jong. Dat beloof ik. Patijn. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Van der Hek. Dat beloof ik. Vij. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. K. G. de Vries, Tweede Kamer. Dat beloof ik. Van Kleef.
waarlijk helpen mij, God almachtig. De kwaadste niet. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Weijers. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dummers. Dat beloof ik. Geen jama's. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Evenhuis. Dat beloof ik. Dankona. Dat beloof ik. Vorrel. Dat beloof ik. Rinks. Dat beloof ik. Zo waarlijk God. Ja, zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Geen dat beloof ik. Nee, dat beloof ik. Christiaanse. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Van heel kasteel. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Brok. Dat beloof ik. Wouter. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Engerda. Dat beloof ik. Beinema. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Sterkhekkoor. Dat beloof ik. Van den Broek. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Krimpen. Dat beloof ik. De Graaf. Dat beloof ik. Evenhuis van Essen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Mol. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Braams. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. J.J.P. de Boer. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Heine Makreel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Jacobsen. Dat beloof ik. Schapman. Dat beloof ik. Vrouwenvelder. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Muller van Ast. Dat beloof ik. Noksterman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van der Berg Duitpraat. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Muiden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Knol. Dat beloof ik. Post. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Dijk. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wessel Tuinstra. Dat beloof ik. IJsink. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Eversdijk. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Trip. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Lansink. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dijkman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Faber. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Kaland. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. MPA van Dam. Dat beloof ik. Van Tets. Dat beloof ik. Valtteri van Wezel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van den Berg. Dat beloof ik. Simons. Dat beloof ik. Verkerk Terpstra. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wultgens. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van der Linden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Lambert Hakbaar. Dat beloof ik. Van der Raak. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Castricum. Dat beloof ik. Nijkels. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Veldhuizen. Dat beloof ik. Hermans. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De Hamer. Dat beloof ik. Nagel. Dat beloof ik. Dorte van Hemel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Oudenhoven. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van Kemenade. Dat beloof ik. Van Rooien. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Vonk van Kalker. Dat beloof ik. Andelaar Bouwer. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De Voogd. Dat beloof ik. Van der Meer. Dat beloof ik. Frinking. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De Korte. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wiebenga. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Krijnen. Dat beloof ik. B. Bakker. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Fischer. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bolkestein. Dat beloof ik. Van Erp. Dat beloof ik. Von Meijenveld. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Gerritsen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Lauw. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
Volhof, Luijendijk. Dat beloof ik. Dijkman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Driepels. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. De Kloep. Dat beloof ik. Herkamp. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Duinker. Dat beloof ik. Oskamp. Dat beloof ik. Borgman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wietrich van der Vlist. Dat beloof ik. Netjes. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Jabai. Dat beloof ik. B. de Vries. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Kruidskamp Schot. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Koepri. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Veen. Dat beloof ik. Bischof van Heemskerk. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van den Anker. Dat beloof ik. Tunders. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Keuning. Dat beloof ik. Zijlstra. Dat beloof ik. Buurmeijer. Dat beloof ik. Van Iersel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bakma. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Materman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Toussaint. Dat beloof ik. Rep Halmans de Jong. Dat beloof ik. Van der Burg. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Veldhoen. Dat beloof ik. Van Paars. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. We hebben het voor u gedurfd. 85 Kamerleden hebben beloofd. 234 hebben gezworen. Ik constateer dat aan de grondwettelijke voorschriften voor de inhuldiging, krachtens de artikelen 52, 53 en 54, is voldaan. De koningin is ingehuldigd. Leve de koningin! Hoera! 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 Majesteit, koningin Beatrix is ingehuldigd. Leve de koningin! Leve de koningin! Leve de koningin! Thank you.
Van Willingen en de heer Ubbink, de beide herauten van de wapenen, keren nu terug in de kerk en zullen zich dan weer opstellen aan het hoofd van de stoet. Terwijl de herauten van Wapenen met de trompetters naar buiten gingen om den volke kont te doen van de inhuldiging van koningin Beatrix, zong in de kerk de Maastrichter Staar het dominee Salvam Vak Regina Nostram, Heer zegene onze koningin. Zo dadelijk zal mevrouw Klompé naar de credenstafel lopen. Daar krijgt ze van de griffier van de Tweede Kamer een exemplaar van de grondwet. Mevrouw Klompé maakte geen deel uit van de stoet bij binnenkomst, maar nu de koningin op de grondwet heeft gezworen, wordt die in de stoet meegedragen en die eer is mevrouw Klompé te beurt gevallen. Als eerste vrouw die in Nederland tot minister werd benoemd, tevens als eerste vrouwelijke minister van staat. Ze is door koningin Beatrix zelf voor deze taak aangezocht. Wat opmerkelijk is, de vrouw is meer een rol gaan spelen bij deze plechtigheid dan tot dusver het geval is geweest. Er is één vrouwelijke slippendrager, een Marva, een vrouwelijke adjudant, tweede luitenant bij de marechaussee, en een vrouwelijke heraut van wapenen. Dat is mevrouw Willingen, de verzetstrijdster uit Indonesië, het voormalige Nederlands-Indië waar u al van hoorde. En over het verzet gesproken. Het is hier helemaal goed vertegenwoordigd. De chef van het militaire huis van de koningin, vice-admiraal Roest, die nu ook meeloopt in de stoet. De hofmaarschalk van Zinnik Bergman, de eerste stalmeester, de heer Bischof van Heemskerk. En de grootmeester, meester van der Schelle. Zij allen hebben een voortreffelijk oorlogsverleden. Het is u misschien niet zo opgevallen, het springt niet zo in het oog, maar de plechtigheid is soberder dan bij vorige gelegenheden. Stonden bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina 90 leden van de hofhouding op het podium, plus toen nog de Indische vorsten. Bij koningin Juliana nog 64, nu zijn het er nog maar 40.
alle carillons in onrustig Amsterdam spelen op dit moment het Wilhelmus. En de japon van koningin Beatrix, dat zijn we u nog schuldig, die beschrijving, die is van die ivoorkleurige zijden dubbelkruip. De taille is aansluitend, de rok loopt iets uit, de zoom is rondom gegarneerd met kleine gestikte plooien die ook in de wijde mouwen zijn verwerkt. Ik dank u en de commissie voor het verrichten van uw taak. De heer Dolman, voorzitter van de Tweede Kamer, rapporteert aan de voorzitter van deze vergadering, de heer Turlings. Denk ik dat voorzitter Turlings het voor te zien zal houden. Dames en heren, ik ga aanstonds over tot sluiting van deze vergadering. Alle aanwezigen werden verzocht om de aanwijzingen van de ceremoniemeesters nauwgezet te willen opvolgen. Ik meen er goed aan te doen deze vergadering, mag ik zeggen, deze plechtigheid niet eerder te beëindigen dan de hartelijke dank van de Staten-Generaal over te brengen aan al diegenen binnen en buiten deze kerk die in zo korte tijd zoveel arbeid, zoveel inzet hebben gegeven om deze dag tot welslagen te brengen. Dan kwijt ik me nu van mijn laatste plicht in deze vergadering. Ik sluit de Verenigde Vergadering. Dames en heren, dit is de burgerzaal van het paleis in Amsterdam, waar de parlementsleden zich onderhouden met de nieuwe koningin. Het was in het begin een beetje rustig en een beetje stijf, maar nu, zo langzamerhand, komen de mensen naar het centrum van de burgerzaal toe en wordt het gezelliger. We praten met enkele mensen en de eerste zal zijn de vicepresident van de Raad van State, die jarenlang met de koningin heeft samengewerkt. Met de vroegere koningin en straks met de nieuwe koningin. En dat is meneer Ruppert. Ik zal hem even zoeken, want hij is me inmiddels weer ontglipt. Is dat gelukt? We zijn nu bezig. Met jou? Met jou. Nou jongens, als ik jou zie, je weet dat gaat goed met mij. Hè? Je krijgt de kans niet, meneer Ruppert. Oh, wij moeten in de gang. Hè? Ja. Kom mee trekken, Marijn. Vertel eens, wat moet ik doen? Ik wil niet veel zeggen, als je denkt dat dit enige wijze van bevrijding heeft. Dus je kunt daar niet zeggen wat je aan mij toevertrouwt. Ik zal bij jou dat tv-toeslag kapot maken. Ja, je liet je op wat je aan mij toevertrouwt. Ik begrijp het niet, dat daar belangstelling is. Heel even nog. Ja, gaan we zien. Ik kom bij jou terug, vader. Meneer Ruppert,
U hebt jarenlang gewerkt met de koningin. Ja, daar staat de camera. Nou, zij met mij misschien. Hoe hebt u de dag van vandaag ervaren? Nou, ik vind het een geweldige zaak. Een erg indrukwekkende zaak voor mezelf ook. Dat, ja, je bent geen echte spreker van de oude koningin, hè. Maar het is toch een... Een vrouw met een jong hart gebleven. Ze zegt dan wel dat ze ouderdomsgebreken begint te krijgen. Maar ik vind het nogal meevallen. Maar ik vind het erg wijs dat ze toch voor zichzelf tot de overtuiging is gekomen. Nu moet er een nieuwe generatie in de beurt komen. Daar heb ik veel respect voor. Maar u hebt wel gemerkt in de kerk vanmiddag met hoeveel spijt we het ook laten gaan. Maar ook met hoeveel hulde. Laten gaan. Ik vond het indrukwekkend. Dit had twee keer dat uitdrukkelijk applaus van de koningin. Ja, ik wou u nog wat vragen. Misschien dat u toch nog iets zo kunt gaan staan. Want dan bent u wat beter te zien voor de mensen thuis. Nee, met uw gezicht ja. Zo. Ja. Ja. Want de nieuwe koningin is iemand die u natuurlijk ook al eigenlijk jarenlang kent. Ja. Door haar actieve aanwezigheid in de Raad van State. Ja, dat is nu een vrouw waar we allemaal, juist door dat jarenlange werken van in de Raad van State, die we goed kennen. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar daar zijn we allemaal erg op gesteld. Dat is een vrouw die in de eerste plaats, hoe moet ik dat zeggen, erg open is. Openhartig, hartelijke vrouw. In de tweede plaats is ze wel zeer uitnemend voorbereid. Dat heeft ze zelf gedaan. De moeder heeft gisteravond gesproken over de opleiding in Leiden, dat is natuurlijk waar. Maar ze heeft er zelf ook zoveel aan gedaan. Dus als iemand werkelijk voorbereid is voor een taak, dan is zij het wel. Maar het belangrijkste vind ik, dat moet ik wel kwijt. Ja, ze loopt daar net, daarom zeg ik dat. Met een plichtbesef zoals ik het niet dikwijls in het leven heb meegemaakt. Een trouw, een volstrekte verbondenheid aan een zaak. Ja is ja. Ik ben ervan overtuigd dat we er een goede en uitstekende koningin zullen krijgen. Dank u wel. Graag gedaan. Wat is er aan de hand? Dus dat kun je niet. Dag Pieter. Hey, kijk. Gaat het met jou, man. Ik wil jou natuurlijk. Ik heb geen woord over jou. Althans over je nieuwe koningin. Het mag dus nu, hè? Het mag dus nu. Als u niet in het stuk bent, hè? Mag ik u dan een compliment maken? Nou, maar al te graag. Doe even. Heb je niets meer nodig? Jawel. Ja, nee. Ik, ik heb het onder ons gezegd. Heb ik nu aansluitend. Ik wacht wel. Ja, ik zeg ja. Ja, dat is voor je achtergrond dan. Vind je het wel, hè? Ja, dat hier. Ja. Wat? Wat zeggen jullie? Ja? Ja, is goed. We wachten even. U hebt nu beelden van het ei, u hebt nu beelden van het schip, de prinses Beatrix, waarop zich de festiviteiten vanavond zullen afspelen. Dat wil zeggen, niet zozeer op dit schip, als wel in het havengebied van Amsterdam. En ik heb u al gezegd, dat gaat in de vorm van een vuurwerk. Ik meen te kunnen overschakelen nu naar mijn collega Jan de Graaf, als dat niet zo is. Dan zou ik het woord willen geven aan Marijn de Koning aan boord van dit schip. Marijn. Maar het valt nog niet heel erg mee hoor. Van
de prinses Beatrix van de stoomvaartmaatschappij Zeeland in de IJhaven in Amsterdam. Vanavond zullen hier aan boord 118 koninklijke gasten te gast zijn van koningin Beatrix. Het schip is normaal in de vaart tussen Hoek van Holland en Harwich en heeft vanochtend tot vanochtend 8 uur ook gewoon gevaren. Daarna is de recherche uiteraard zeer druk in de weer geweest om na te gaan of alles in orde was. En heeft iedereen met man en macht gewerkt om de boel zo te krijgen dat hier die 118 gasten van Koninklijke Bloede behoorlijk ontvangen kunnen worden. Normaal vervoert het schip zo'n 1200 passagiers en vaart het 2 keer per etmaal van Hoek van Holland naar Harwich. Het programma van vanavond is voornamelijk het aanschouwen van het vuurwerk op het IJ, waar een paar hele spectaculaire dingen bij te bezichtigen zijn, maar dat kunnen wij nu uiteraard nog niet beoordelen. En zoals u hoort, ook hier het sfeervolle zigeunermuziekje wat u eerder op de avond vanuit het paleis hebt kunnen horen. Op dit moment is bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam al aanwezig en de mensen die zo straks de koninklijke gasten verder zullen begroeten. En na dat vuurwerk zou er dan nog één keer een soortement vlootschouw plaatsvinden van schepen die langsvaren. Hier ziet u de koningin en prins Klaus op weg naar de laatste feestelijkheden van deze dag. Prinses Juliana, even naar de bloemen, even ruiken aan de bloemen en prins Bernhard. Prinses Margriet en meneer Van Vollenhoven. Prinses Irene en haar man en een zoon die razendsnel de auto induikt op weg naar het vuurwerk. Alle kinderen. Willem-Alexander, Johan Frieso en Constantijn. En een heleboel andere minderjarigen rennen nu zo snel mogelijk naar de automobielen die klaarstaan aan de achterzijde van het paleis. Prinses Christina en haar man. Koningin Beatrix, gejuich, activiteiten bij de fotografen.
koningin Beatrix, prins Klaus en de moeder van prins Klaus, de heer van Amsberg. Nu aan boord van de rondvaartboot. U hoorde enthousiasme bij het aanwezige publiek. Het publiek is niet talrijk. We hebben de indruk dat ook nu weer, ook vanavond, net als vanmorgen en vanmiddag, de meeste mensen de voorkeur geven aan het kijken naar de televisiebeelden. We hebben u vandaag in allerlei reportages verteld over mensen die naar Amsterdam gekomen zouden zijn. Die beweging in de bevolking van ons land heeft eigenlijk niet plaatsgevonden. Er was gezegd al weken tevoren dat je Amsterdam zou kunnen bezoeken, liefst per openbaar vervoer. Nederlandse spoorwegen delen vanavond mee dat de treinenloop naar Amsterdam bijzonder rustig is geweest. Het was bepaald niet drukker dan normaal. Er waren treinen verlengd, maar dat is eigenlijk achteraf geredeneerd. Om 17 minuten over 10 op 30 april was dat volgens de Nederlandse spoorwegen niet nodig geweest. Een rondvaartboot, dat is zo'n boot die geen Nederlander kan missen in zijn leven, op weg naar een vuurwerk. De minister van Binnenlandse Zaken, de heer Wiegel, hoofd van de politie, zou je een beetje populair kunnen zeggen, heeft vanavond verklaard dat hij de ordeverstoorders in Amsterdam ten zeerste veroordeelt. Hij heeft zich volledig achter het optreden van de Amsterdamse politie geplaatst. De politie heeft volgens de heer Wiegel zeer beheerst opgetreden. De minister heeft wel contact gehad met de politie af en toe, maar heeft geen invloed uitgeoefend op het optreden. Hij zei dat het optreden af en toe hardhandig moest zijn. Moest zijn naar zijn mening. Ik neem aan dat wij op dit moment getuigen zijn van een eerste proefneming met die zogenaamde laserstraal. En een rustig beeld dat u nu ziet is dat van het schip de Beatrix,
waarop de gasten zich nu verzamelen. Vreemde beelden denkt u nu te zien op uw scherm. Het is een proefneming, de tweede vanavond. Maar als ik mij niet vergis, is dit een laserstraal-experiment dat niet direct te maken heeft met de Rijkspolitie, maar een experiment dat probeert uit te beelden het wapen van de stad Amsterdam. Kijkt op uw gemak naar de aankomst van gasten vanuit de rondvaartboot op het schip de Beatrix, waar de slotbijeenkomst van deze dag zal plaatsvinden. Daar moet dus, als het goed is, de nieuwe koningin zich op bevinden. Hoe ze dan op deze hoge ferryboot moet komen, dat is mij nog een raadsel. Het bootje komt nu langs zij. Hier beneden ik zie hier een bootje manoeuvreren, maar het is niet duidelijk of dat nou het bootje is waarop koningin Beatrix zich bevindt. En dan nog blijft de vraag hoe ze boven moet komen. Dag, man. Nee hoor, gevaarlijk zijn we niet. Nee.
al die schepen, dames en heren, en Marijn aan boord van de Beatrix, hebben een 220 volt generator aan boord om die pavoiseerlichten, ze zijn gepavoiseerd, u kent dat woord nog, al was het maar uit de dictées op school vroeger, om die pavoiseerlichten te kunnen voeden. Dit is mij nog maar enkele momenten geleden medegedeeld, maar ik geef het u graag door. In Killini, zoals dat heet, ziet u hier een kleine vlootschouw plaatsgrijpen. En de niet te vermijden laserstraal is ook alweer in actie. Bij de schepen, ik geef u vast wat namen voor de liefhebbers, bevindt zich in Noorsejo een driemast topzeilschoener, een staversjool, een botter, een zeeschouw, een wieringeraak, een klipperaak, een hoogaars, een noordzeebotter, een Friese schouw, een garnalenkotter en een klipper. Schepen bijeengebracht door de heer Hein Stolle. De man die vooruit denkt. Hij denkt namelijk aan een grote manifestatie op dit gebied. Sail. We gaan weer naar Marijn de Koning. De eerste koninklijke gasten komen nu het schip binnen. Ik zie daar prins Albert en prinses Paola. Die op dit moment vicepremier Wiegel begroeten. Achter prins Albert en prinses Paola. Komt de Japanse prins en zijn vrouw, Takehito Mikasa, maar die ziet u op het moment geloof ik niet. Terwijl de gasten zich hier binnen beijveren om hun jassen kwijt te raken. De kleine rondvaartboot meert aan. Naast de prinses Beatrix. En daar zal de koningin weldra voet aan boord zetten. Alle gasten verdringen zich op dit moment voor het raam om te zien hoe de koningin
aan boord komt. En dat is niet zo gemakkelijk, want er zijn heel veel meer gasten dan ramen. Daar is het bijna zo ver. En daar is prinses Beatrix, is koningin Beatrix aan boord van de prinses Beatrix gekomen. En het is kennelijk erg gaan waaien buiten, zo te zien. Ik kan u nog niet vertellen wat voor kleurjurk ze aan heeft, want ook ik heb een zwart-witte en hele moeizaam te bezichtigen monitor. Daar ziet u de nieuwe kroonprins. Ik sta in een wat benarde positie, omringd door de internationale koninklijke families die, om het nog verwarrender te maken, allemaal eigen begeleiders hebben. Die uiteraard ook niet iedereen kent. Gasten gaan nu naar buiten, lijkt het, om de koningin te verwelkomen. Prinsjes Maurits en Bernhard amuseren zich zeer. Rennen door het hele schip heen. En nu verschijnt koningin Beatrix. Gekleed in het lichtblauw. Het is een beetje eigenaardig, want iedereen loopt achter mij naar buiten. Maar nu verschijnt koningin Beatrix aan de arm van haar moeder en haar schoonmoeder hier binnen. Maar waarschijnlijk was dat zo gepland om haar een enigszins onbelemmerde doorgang te geven, omdat het hier zo verschrikkelijk vol was. Prinses Juliana begroet het echtpaar Wiegel, mevrouw de Witte, vrouw van de commissaris van de koningin van Noord-Holland. Mevrouw van der Claude, echtgenote van minister van Buitenlandse Zaken. Iedereen wordt naar buiten gelokt met aantrekkelijke voorstellen om het hier maar een beetje rustiger te hebben.
koningin maakt een hele... Pardon, prinses Juliana maakt een hele gelukkige indruk. Prinses Margriet en prins Klaus met zijn moeder aan de arm. Daarachter, zoals u ziet, prins Bernhard. En rechts van hem de jarige meester Pieter van Vollenhoven. Irene die er prachtig uitziet en haar man Karel Hugo. Kleine prinsjes lopen overal doorheen. U zult het ons vergeven dat het af en toe een wat rommelige indruk maakt, u ziet er prinses. Christina bijna verbaasd naar de camera kijken. Maar het kan niet anders. Het is een groot voorrecht dat we hier mogen zijn. En het kan niet anders dan dat u af en toe een beetje rommelige indruk krijgt. Nee, meneer Ozik, we zijn nog lang niet klaar. U mag uw handen ook niet voor de camera houden. We gaan gewoon door. We zijn live verbonden, meneer Ozik. Koppelen alles, de opening en binnen naar buiten. Alles komt er. Nou, dat gebeurt er dan. Zwarte vlekken voor de camera waarschijnlijk. Maar het is ook wel heel leuk om zo dichtbij een koninklijk feest te zijn. Prinses Juliana in gesprek met een stralende minister van de Klauw. Achter ons, de champagne gaat nog net goed. En u ziet, die zag u althans net achter de koningin, Japanse prins Mikasa en zijn vrouw. De koningin zoekt er een jas, de prinses zoekt haar jas om naar buiten te gaan. En ze krijgt nu haar bondje tot haar verrassing omgelegd. Onze Belgische cameramensen vouwen zich in 1000 bochten om hun werk te kunnen doen. En dat is niet steeds even gemakkelijk. En daar ziet u prinses Irene. Die eigenlijk altijd weer mooier en interessanter lijkt te worden. Achter haar de jarige Pieter van Vollenhoven. In gesprek met zijn zwager Georges Guillermo.
misschien speelt hij vanavond ook nog wel een stukje, want dat mag hij graag doen. Inmiddels is het vuurwerk begonnen. Het is 13 minuten over 11, 30 april in Amsterdam. We gaan naar Marijn de Koning. Het vuurwerk is begonnen. Het licht moet uit. Burgemeester Polak, het vuurwerk gaat zo beginnen. Het licht moet uit. Misschien komen we straks wel terug, maar misschien dat we ook nog even kunnen praten. U hebt vandaag ook moeten ervaren om burgemeester te zijn van een stad waarin ook dingen gebeuren die een hele zorgelijke, voor u toch ook een grote zorg moeten zijn. Nou, dat ervaar ik elke dag, dat er geen camera hoor. Jawel, we praten gewoon door, dat maakt niet uit. Ik ervaar natuurlijk elke dag dat er... Dat ik in de stad leef waar een hele hoop plezierige dingen zijn. Maar waar toch ook een heleboel dingen zijn die niet zo vrolijk zijn. Maar ik vond dat het... Je noemt het licht er geloof ik echt uit. Ja. Echt vreemd. Ik zal er even wachten. Zijn we nou in directe uitzending of zo? Ja, dat is fantastisch. We zijn in directe uitzending. Maar het is allemaal een beetje warrig, zoals u merkt. Maar misschien kunnen we dat straks even overdoen. Hè? Want u wilt nu ook graag naar buiten. De burgemeester wil nu even naar buiten gaan kijken. Ik heb zelf de indruk, ja. Ja, want jij zat maar te praten. Die camera was wel helemaal ergens anders. Ja, we hopen straks nog even terug te komen bij burgemeester Polak. Inmiddels is het vuurwerk begonnen. Daar moet u eigenlijk alleen maar naar kijken. Het kan nog wel even vermeld worden dat het geschiet vanaf een ponton dat 60 bij 14 meter telt. Vuurwerk in Amsterdam, 30 april. En het schijnt te kosten... Dit is een Nederlandse mededeling voor alle Nederlanders die daar altijd op gesteld zijn om het te weten. 60.000 gulden. Vuurwerk ter gelegenheid van de inhuldiging van een nieuwe koningin, koningin Beatrix.